ons zie je dus de vliegtuigmolen, de Aviator. Ja. Dat zijn kleine vliegtuigjes waarin het kinderen op een pedaal kunnen kiezen wanneer ze naar boven en naar beneden over het plein vliegen. Ja. Mogen er ook volwassen kinderen in? Ja, tot 90 kilo per karretje mag je erin. Dus ja, misschien sommige volwassenen, maar het is lastig. Ja. Ja. We zijn aan het vernieuwen, waarbij we enerzijds de nostalgische waarde van vroeger willen behouden. Dus zijn we ook bijvoorbeeld een aantal sprookjeshuizen aan het voorzien van interactieve elementen. Ja. Tegelijkertijd ook nieuwe dingen aangepast aan de doelgroep van nu. Dus zoals de nieuwe attracties die gekomen zijn, het nieuwe Doolhof inderdaad. Ja, ja, en eigenlijk alles wat je in dit themagebied waar we nu staan ziet, is de modernisering. Ja. Ja. Wat weten de kinderen nog een beetje wie Roodkapje is? Ja, toch minder dan vroeger. Als in het gebeurt wel. Maar dan merk je dat bijvoorbeeld grootouders die met hun kinderen hier komen, die vinden het heel leuk om aan de kinderen te laten zien wat ze zelf vroeger verteld gekregen hebben. Ja, en de kinderen kennen de sprookjes wel, maar dat is toch anders dan vroeger. Dus vaak ontdekken ze het hier pas echt. Ja. Heeft niemand oog te vrezen? Iedereen klaar voor vertrek? Daar gaan we dan! Nou, inmiddels mijn derde dag technische zin. Vroeger heb ik ook vaker aangestaan. Toen die heeft hier vroeger ook gestaan. Was hij alleen niet zo mooi, we hebben een stuk mooier gemaakt tegenwoordig. Maar in zijn nieuwe vorm is mijn derde dag erg blij dat hij weer terug is. Ja. Hoe reageren de kinderen? Ja, vooral de kinderen zijn heel blij. Niet alleen de operators zijn heel blij, vooral de kinderen natuurlijk ook. Nou, je laat de kindjes erin, je zorgt dat ze goed vastzitten met een riempje. En je legt ze die nieuwe functie uit, dat ze met de pendalen zelf omhoog en naar beneden kunnen. En je drukt op het knopje en de kinderen komen voorbij en genieten ervan. En dat is het belangrijkste? Dat is het belangrijkste, dat is onze taak, hè.